DME, Jan de Nul, Sion Industries, de haven van Oostende, maar ook de Universiteit Gent, de POM en het Vlies. Stuk voor stuk zijn het partners die al jaren hun nek uitsteken voor innovatieve energieprojecten van op zee. Nu dienen ze een verzoekschrift in bij de Vlaamse regering. Wel, wij denken inderdaad dat vandaag de tijd rijp is om wat we noemen een speerpuntcluster rond Blue Growth, rond de economische ontwikkeling van de zee, om daarvoor een erkenning te krijgen van de Vlaamse regering en dus ook onderzoeksmiddelen te krijgen om hier het wetenschappelijk onderzoek, het onderzoek tussen bedrijven en universiteiten, om dit op volle toeren te laten draaien. Toegepast wetenschappelijk onderzoek kan veel opleveren. Er zijn 3 concrete vragen aan de Vlaamse regering. Geld voor de bouw van een wetenschappelijke golftank bij Greenbridge, een Blue Growth investeringsplan voor meer testfaciliteiten aan land en op zee en een versnelde aanpak van de ontsluiting Havenzeebrugge en het masterplan Vlaamse Baaien. Volgens de ondertekenaars is het cruciaal voor de economische toekomst van West-Vlaanderen om resoluut de kaart te trekken van Blue Growth. Het is een sector die, als ze goed clustert en samenwerkt, in de komende decennia duizenden jobs en welvaart kan opleveren. We hebben die ervaring meegemaakt met de offshore windfarms. Ook daar was in het begin heel kritisch terughoudend. Nu zie je dat de haven van Oostende hoofdzakelijk leeft door die cluster rond offshore windfarms. Wel, nu gaan we een globale cluster maken voor de Noordzee, het maritieme gebeuren. Het is inderdaad zeer belangrijk voor ons. Tot op heden was het landschap redelijk versplinterd qua clusterorganisaties, qua netwerken. En het is een prachtig initiatief dat die nu gecombineerd wordt en dat er één mooi coherent geheel gevormd wordt. Veel mensen hier zijn overtuigd dat Vlaanderen aan de Noordzee een toppositie kan verwerven in het blauwe groei- en maritieme energieverhaal.